Het is vandaag zaterdag. We zijn met de boer op tour. Hier heel dicht achter zie je de groene trailer. En we gaan vandaag, het is even kijken, 7:15 s'avonds. En we gaan naar de cross toe in, nou nee, niet in, maar bij Manege de Arkhoeven. We gaan daar een video opnemen en ik heb er super veel zin in. We hebben Blondie en Verona meegenomen. Oké, jongens, we gaan crossen bij de Arkhoeven. Yes! Yay. En ik heb er spijt van, want ik wist niet dat het er zo uit zou zien. Dus ik voel me diep ongelukkig. Gaan we ervoor zorgen. Gaat goed komen. Juf zegt dat het goed gaat komen. We gaan het zien. Als jullie me niet meer zien. zij die gaan sterven, groet u. Bedankt. Denk je echt dat je dood gaat dan? Ik heb er nog geen... Je hebt de bullet protector vandaan aan, dus dan overleef je. Ik kan nummer 15 niet vinden. Uno! Eén. Dus dan hebben we zo één. Ga ik daar overheen. Oh, wat ruimt. Dan zo. Twee. Braaf. Braaf. Gaat echt super goed. Ze heeft nog geen één keer geweigerd voor zo'n echte crosshindernis. Alleen voor een balkje. Maar dat kwam omdat ik het de eerste keer spannend vond. Voor de rest nog nergens. Nou, het smeert dat ze er alles nog overheen springt. Jij kan toch halt houden? Ja, klopt. Alleen dan ben ik nog steeds bang dat ze er overheen springt. Zitten, halt houden. Oké. Okay. Even goed belonen. Braaf meisje. Goed zo. Braaf meisje. Geef ik zitten. Voor je linkerbeen terug. Ja, oh. Recht. Braaf meisje. Hand goed na. Goed zo. Je rijdt een volgende keer. Oh. Ja, even nog een vogeltje zo maar. Ja, nog een keer. Twee. Oh. Moet ik er ook overheen? Ik durf eigenlijk niet in draf. Ik durf er niet eigenlijk in draf overheen. Oh, als jij zegt draf overheen, ja. Ja. Ja.
Oké, dit is het idee. Blondie en Verona gaan zo snel mogelijk het parcours afleggen. Ik ga met jullie het parcours doorlopen. Starten vanuit de start van Stationstraat. En dan loopt ze een stukje. En dan loopt ze een halve volte. Als ik dat goed zeg. Dan springt ze over deze gekke hooibaal heen. Dan over de twee tonnen. Wat toevallig ook nummer 2 is. Over de rondjes op een balk. En dan over het klein publiek, genaamd de kleine stoeltjes, nummer 4. Daarna springt ze nog een keer over de twee tonnen heen, wat nu nummer 5 is. En daarna over het brandweerhuis. Dan gaat ze nog een keer over de twee tonnen heen. Dan gaat ze een stukje picknicken. Daarna gaat ze over de pizzapunt heen. Wat niet heel erg lekker op een pizza, behalve de vorm. Blondie vindt dat ook. Daarna gaat ze nog een keer over de hooibal in een bak heen. Een voerbak. Misschien noemen we dat wel een voerbak. Daarna springt ze door de tuin heen. Wat natuurlijk helemaal niet mag. En daarna springt ze zo de vakantieplek in. Vanwege de twee palmbomen en een boomstam. Nou, dat is het parcours. Ik zal een timer erboven houden. Veel plezier. Let the race begin. Verona heeft een wat snellere start dan Blondie. Maar dat maakt niet uit. Misschien kan Blondie Verona nog inhalen. Ze maken allebei dezelfde racelijn. En het lijkt dat Verona toch aan kop ligt. Zo, de eerste sprong ging fantastisch. En ze gaan verder. Verona ligt aan kop. Oh, en daar geven Verona en Blondie beide een prachtige sprong. En het lijkt hier of Blondie een mooie bocht heeft gemaakt waardoor ze een kleine voorsprong heeft kunnen maken. Allebei netjes over de kleine stoeltjespubliek heen. En beide een prachtige sprong. En ze lijken nu kop aan kop te liggen. Jeetje, wat is het spannend. Wie zou er winnen vandaag? Allebei een prachtige sprong, nek aan nek. Ik heb nog nooit zo'n spannende cross gezien in heel mijn leven. En het lijkt alsof Blondie aan kop ligt. Verona moet harder gaan rennen als ze wil winnen. En oh! Blondie weigert. Ze moet toch even kijken. En Verona gaat door. Kan Blondie Verona nog inhalen? Of gaat Verona hard door? Na de tweede keer gaat Blondie er prachtig overheen, over het parcours. Verona gaat toch door en het ziet er naar uit dat het is bepaald. Blondie gaat nog wel stug door, we zijn super trots op haar. Maar toch blijkt Verona een snellere ronde te hebben gedaan dan Blondie. En dat was de laatste sprong van Verona. Het lijkt erop dat Verona heeft gewonnen. En Blondie toch een hele mooie sprong heeft gemaakt. Maar net een klein beetje trager. Zoek even in je kleren ook. Ja. Jij mag starten in 3, 2, 1, start. Ja, maar ze luistert echt heel goed. Je kan ook gewoon spring zeggen, doet ze het ook. Nee, niet jump, spring. En dan de manen vasthouden en dan kom je er ook overheen. Zo, dan moet ze die gekke ton aan doen. 2. Wat heeft ze verloren? Oh. Ik hoorde, ze is een achterbeen verloren. Ik denk, dat zou toch niet best zijn. Ja, dit gaat wel beter. 4. Weer een achterbeen verloren. Goed zo.
En nu weet ik het ook niet meer. Oh, hier. Ja, lekker veel verwacht. Zo. Ah, ik heb wel weer gevonden. Goed zo. Goed. Daan die heeft net een cross gereden. Daar hebben jullie stukjes van gezien. Ja. Maar toen had ze een vraag. Wat vroeg je me? Ik had een leuk idee. Ja, wat was jouw idee? Ik zeg, ik bied me aan om crossen te rijden met Verona. En toen zei ik, dat mag, maar... Onder één voorwaarde. Precies. Dat betekent dat je bij mij op stal komt en een rondje buitenom de manege op Verona stapt. Kijk. Als je dat kan, mag je een cross doen. Ja, als Verona samen met mij terrein af durft. Precies. Niet dat ze gevaarlijk is, maar dat ze het eng vindt buiten. Ze vindt het echt, als je zegt stop, dan stopt ze en dan kan je afstappen. Ja. Maar dan moet je wel echt stop zeggen. Oh. Of wacht. Stop. Doet ze ook. Ja. Stop, dan stopt ze. Ja. Dus dan kom je morgen, heb ik gehoord. Ja, zeker. Om een uur of 2, 3. Ja. En dan filmen we verder. Zo, we zijn weer zonder Boer on Tour. Hij staat wel achter ons, daar ergens. En we zijn, ik heb net, een tijdje geleden al, heb ik natuurlijk die cross gehad. En ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo goed ging. Het is echt niet normaal. Ik sprong gewoon overal overheen. Ik ben zelfs over die stoeltjes heen gegaan. Over een waterbak. Over een verkeersding. Over echt van alles. Ik ben zo trots op haar. Daarna heb ik ook nog een rondje gedaan met Verona. Hetzelfde geldt voor mijn juffen. Die hebben er ook nog eentje mee gedaan. Ging allemaal super goed. Morgen gaat... Nee, er komt... Danielle naar ons toe. En die gaat proberen om een buitenritje op Verona te maken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ze was al allemaal ideeën aan het opbrengen met een vishengel en allemaal lekkers. Want daarna zou ze misschien een keer mogen crossen met Verona. En dat zou misschien wel heel erg leuk zijn. Ik zie jullie morgen. Ik ga maar even lekker slapen. Want ik moet om rond 7 uur alweer mijn bed uit. En het is nu 12 uur. Ik moet nog naar huis. Ik moet nog naar huis. En Elisa thuis brengen. Zo, dus ik lig om 1 uur in mijn bed. Dus ik zie jullie morgen. Nee, vandaag weer. Doei doei!